Goedemorgen en welkom bij dag 23. Sam is aan het proberen mijn advent dingen van de Primark eruit te halen. Dat gaat toch niet, hè? Niet, hè? Ziet? Jawel. Ik was niet aan het liggen. Tada! Nee, maar die moet ik niet hebben. Ik moet dag 23 hebben. Die moet ik hebben. Alleszins, dag 23 is een gouden nagellakje. Oh, jawel. Oh. Oh. Maar je bent er kei goed in. Moet je dat doen? Zo, hè? Ja. Oh ja, je weet dat. Scherpstellen. Ja, goed zo. Je weet dat. Wil je ook laten zien wat er in de body shop zat? Body lotion in white musk. Wauw. En de IKEA moet ik nog open doen. Maar er gaat weer chocola in zitten, hè. Duh. Eens kijken. Dag 23. Zot, man. Het is dag 23 al. Morgen is het kerstavond. Woehoe. Dus dat betekent eigenlijk ook dat het morgen de laatste dag is dat ik film. Oeh. En er zit een witte chocola in met roze iets. Ik heb niet zo graag wit. Nu nog de katjeskalender. Dag 23, where are you? En zal er snoepjes. Ik ben benieuwd als ze dat gaan eten. Wie wil een snoepje? Wie wil een snoepje? Wie wil een snoepje? Ja. En jij, Smelly? Ah nee, Smelly niet, hè? Nee. Smelly eet dat toch niet, hè? Nee. Garm. Sheldon mag geen. Dat is kei zielig. Maar Shelly, jij krijgt scheiterij ervan. Jij krijgt scheiterij ervan. Hè? Dat willen we niet, hè? Wat ga je papiertje? Laat je toch eens kijken. Nee. Ik ga deze open doen. Oké, ik dacht even dat dat iets anders ging zijn. Het is van Diamanti per Tutti. En ik zie hier die hardloopster, hoe noemt die? Of die, nee, wat is dat? Is dat een hardloopster? Wat is dat? Ja. Een hardloopster? Nee. Een ding, een atletiek ding. Atleet, ja. Ja. Atletiek. Een Fitian, die. En eens kijken wat erin zit. Ah, dat is kei mooi. Wat dan? Doe ik wat. Ja, wat ga je in? Dat is super lekker. Oh. Het ziet er mooi uit. Ik weet niet juist wat het is, maar... Dus dit is het. Ik weet nog niet of het een armband is of een ketting of zo. Maar ik ga het zelfs te gooien open doen thuis. Jee, dankjewel, Diamanti per Tutti. Sam en ik zijn net naar de winkel geweest. Ondertussen heb ik Sam thuis afgezet. Want ik ging naar mijn ouders nog even, ik had dat gezegd. En papa gaat naar de voetbal, zei we. Dus
zei, dan kwam ik nog ervoor. Maar change of plans. Ik ga eerst kijken naar Ellie. En ondertussen weten jullie al wie Ellie is. Ellie is een nieuwe hond van Celine en Nick. En ja, aangezien ik toch aan Beringen moest zijn, zei ik, ik kom snel kijken. En Celine zei, dat is goed, maar ik heb wel echt niet veel tijd. Dus ik ga gewoon snel eens even kijken, want ik ben wel benieuwd. En ik kan niet wachten tot dinsdag. Oh, dus ik wil echt gaan kijken. Ik kan niet wachten! Die gaat zo cute zijn. Ik ben kei zenuwachtig, hè. Echt heel benieuwd. Hallo! We zijn aan het filmen, hè? Hey! Oh, ik ben zenuwachtig, hè? Ik was heel rustig. Ja? Hey, Milka! Alles goed? Oh ja! Hey, heb jij een zusje? Ja! Die denkt, neem me mee! Waar is uw zusje? Oh! Die zijn slaag. Ja! Waar is uw zusje? Hè? Oh, waar is die? Hey! Oh! Oh! Oh my god! Ik ga het niet zeggen tegen Talita. Dan wil ik haar wel eerst nog een beetje. Hey! Oei, zo'n scherp. Meloen. Ja, oh my god. Oh, oh die is zacht. Ja. Wow. Die is veel, veel zachter als Milka. Ja, maar die is nog puppy, hè. Oh, hey. Oh my god. Oh. Hey, Ellie. Milka, kom eens hier. Oh. Milka. Hey. Ja, zo is oh flink. Ja, maar die lijkt echt al veel. Amai, die is zacht. Ja. Hé, hey, mijn schat, ja. Yeah. Oh, die is echt veel zachter. Ja, yeah. Maar die is puppy, hè, oh, nog. Milka, ja. Kom, mijn schat, kom. Hé. Hey. Kom. Kom toch samen. Ja. Yeah. Yeah. Die is cute, al bijna, hè? Ja, nee, niet even groot als mij. Ja, toch wel, ja. Die is al... Ebbe! In de buurt, hè? Die is al... Hey, 12 weken. Hey, schat! Hij is al 12 weken. Ja. En hoe oud was Milka toen je die 8 had? 8 weken. Ah, ja, oké. Okay. Oh, die is cute! Die is echt cute en dat is echt een flat. Oh. Die is echt super cute. Ja. En die al veel rustiger was Milka. Ja. Amai, als ik dan Milka als puppy zag. Ja, die was heel hevig, hè. Oh my god. Of eigenlijk nog flatter, hè. Oh. Die gaat wel groter worden. Ja, hoe groot wordt die? Die hebben toch een hoogte van. Hè? Ik denk toch iets in de 50 centimeter qua rughoogte. Zo. Die gaat een stuk groter als Milka. Oh my god, die is schattig. Nee, dag Ellie. Ellie. Dag Ellie. Tot volgende week, Ellie. Hè? Ik zie u in de week weer, hè. Fijne kerst. Oh, die is zo cute. Oh. Ziet die? Dat is echt schattig. Cute, ja. Hè, Milka? Zullen we zeggen dat die progress... Amai, amai, amai. Het is ondertussen 5:30 en ik ben nog altijd aan het rondrijden. Ik ben naar Ellie gaan kijken, super schattig. Dan ben ik naar mama en papa geweest. Nu ben ik heel de tijd nog aan het rondrijden, omdat ik zoek een spelletje voor Sam. En dat spelletje noemt Taki Kaki, omdat dat zo'n... Ja, een binnenpretje van ons, omdat we dat vroeger zongen wij dat dingen altijd, zo wat op tv kwam. Maar ik vind het dus echt nergens, hè. Oh. Nu blijkt dus dat dat niet meer bestaat, Taki Kaki. Dat dat nu Rakker Kakt is geworden. Maar Rakker Kakt, daar lachten wij niet mee, hè. Ik wil Taki Kaki hebben, maar ja.
Dat is er dus niet, hè. Dus ik heb nu maar Rakkert Kakt gekocht. In de hoop dat Sam het mopje snapte. Ik ben ondertussen terug thuis. En ik ga beginnen aan het eten. We gaan een groentelasagne maken. We laten het trouwens 7:30. Dus yummy! Kei lekker. En dan, ik heb mijn kerstpyjama al aan. Die ik al 4 dagen aan heb ofzo. Als het niet langer is. En dan gaan we gezellig kerstfeestje houden. De kersttafel is klaar. De groentelasagne staat in de oven. En dan kunnen we aanvallen. Hè? Is het lekker? Super lekker. Kijk, Sam zijn t-shirt. Happy holidays! Van wat is dat weer? Fans of Hurley? Fans, denk ik. Hè? Ja. Dat hebben we ooit. Ja, 3 jaar geleden waarschijnlijk dan. Of 2 jaar geleden hebben we dat gekocht, hè? In Amerika. Ja. Kijk, cute. Ja. Even eetpauze. Shelly ligt hier. Hi, Shelly. Oh, je is zo cute. En voor iedereen die onder mijn video vroeg welk ras Sheldon is. Sheldon is een exotic. Komt niet heel veel voor in Exotic. We hebben die toen uit een nestje gehaald in, ik denk, Overpelt. Hé, Shmelly. En eigenlijk hadden we Sheldon eerst gezien, voordat we Milky hadden. Maar toen wouden die mensen Sheldon houden. Ik ga de muziek trouwens wat stiller zetten. Toen wouden die mensen Sheldon houden, omdat ze... Waarom gaat dat nu niet? Hallo? Oké, dat gaat niet. Ja, die mensen wouden dus Sheldon toen heel graag houden, omdat ze shows met Sheldon wouden doen. Zo van die kattenshows. Maar ja, toen zijn we verder, hebben verder gezocht en hebben we Milky gekocht. En... Ik denk dat we Milky in november hadden en toen in februari stuurde een vriend van ons, PB, dat, ja, door die kennen we de fokkers van Sheldon, dat Sheldon wel terug vrij was. Maar toen was hij wel al 6 maanden of zo. Toen had ze besloten om met het zusje van Sheldon shows te doen. En niet met Sheldon, want Sheldon was te lelijk geworden. Was je te lelijk? Ja. Heel veel katten vinden Sheldon... Heel veel mensen vinden Sheldon altijd eng. Maar die is nu toch echt niet eng. Ja, ja, schatie. Die is toch nu echt allesbehalve eng. Dat is echt zo'n dark. Dat is echt zo'n darky cat. Hè? Wat is er? Dat Sheldon een darky cat is. Ja, dat veel mensen Sheldon eng vinden. Een klein snorke zit hier. Maar Sheldon is echt niet eng. En hier is Milky. Aan het liggen, Milky? Hey, dag schattenpoemel. Chillen. En daar is Muffin aan het chillen. En
hem even. Wuf. Wuf, hij kijkt zo kwaad. Besties. Besties for life. Sheldon kijkt echt alsof hij heel veel bang heeft. Wij hebben lekker gegeten. En nu gaan we Home Alone 5 kijken. Die hebben we allebei nog niet gezien, dus we zijn heel benieuwd. En Cutie is al de kaarsjes aan het aandoen. Hè, babe? Ja. Ik zal eruit. Wanneer gaan we pakjes doen? Nu. Ja. Ja, is goed. Een paar al. Ja. Kijk hoe cozy het hier is. Zeg, echt supergezellig. Wij hebben zo net al onze pakjes open gedaan. Jullie hebben er een paar gezien, maar ik ga na kerstmis een wat ik van kerstmis heb gekregen video maken. Dus de rest gaan jullie allemaal dan zien. En wij gaan nog verder film kijken. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. En tot morgen! Jokes!